Begin dit jaar kwam Romano van der Dus uit de gevangenis, vrijgesproken door het Spaans Hoge Rechtshof. Niet hij, maar de Britse moordenaar Mark Dixie had begin deze eeuw 3 vrouwen aangerand. Het aangetroffen DNA bleek van hem te zijn. Maar volgens Romano was 12 jaar geleden al duidelijk dat hij zelf onschuldig was. Er wordt letterlijk gezegd dat de gevonden DNA-resten in het slachtoffer niet overeenkomen met het afgedragen profiel van de aangeklaagde. Romano Roberto van der Dussen. Dus wat wil je meer? Het is meer helder dan water. Toch kreeg van der Dussen geen steun van Nederland. En als Nederland wist dat de gevonden spermaresten niet voor mij waren en dat de vingerafdruk op de handtas van die vrouw en op die portemonnee niet overeenkwamen met mijn vingerafdrukken, er waren veiligheidscamera's en dan nog word ik veroordeeld 1 jaar later. Hoe is dat mogelijk? Ik had verwacht dat Nederland in de bres zou springen omdat DNA niet alleen de schuld, maar ook de onschuld bewijst. Romano van der Dussen eist 6 miljoen schadevergoeding van Spanje en overweegt ook een schadeclaim tegen Nederland. Toch zegt de Nederlandse regering dat er alles aan is gedaan om van der Dussen te helpen.